Hey yo kijkers van ShadowGames23, ik ben Ronald en vandaag hebben we voor jullie een nieuwe episode van de zondagvlog. En jawel, ik weet het, het is volgens mij dinsdag vandaag, ja inderdaad. En ik kreeg de zondagvlog de afgelopen twee zondagen niet online, want wel afgelopen zondag had ik het heel druk. En de zondag daarvoor kwam ik net terug van vakantie, dus ja. Maar goed, in ieder geval, hij is er nu, dus je kunt er binnen van genieten en anders upload ik nooit meer een zondagvlog. Nee, maar in ieder geval, hier zien jullie mijn nieuwe headset. Yay! Het is een Razer. Het is een Razer Black Shark. Dus oftewel het zwarte haartje. Nee, maar in ieder geval Razer Black Shark. Dus ik heb deze gekocht omdat mijn Razer Kraken de geest eraan heeft gegeven. Die is dood. Kapot, skidoodles. Hij heeft de spiegel kapot aan de rechterkant. Dus ja, en wel, ik heb altijd links op, dus ja, ik had hier niet echt veel last van, maar kapot hetsen, dat wil ik niet. Dus ik heb deze gekocht, deze was 120 euro en die kraken was 80 euro, dus ik heb iets bij moeten betalen. Maar hij zit zo lekker, het is zo fancy smancy ding. En je kunt die microfoon eraf halen en dan zet je gewoon dit ding erop hier. En met een magneetsysteem werkt dat en nou ja, dan heb je gewoon een headset met een... boter in principe in, maar zonder microfoon, dus ja. Hier heb ik de audio splitter kabel nog even liggen, dus ja, maar goed, ik wil het even met jullie hebben over mijn Minecraft server, over de livestream van vanavond, en ja, mijn headset heb ik dus al gecoverd. En oh ja, ik heb cola, by the way. Lekkere cola, yum. Nee, maar mijn Minecraft server, ik heb zojuist een Minecraft server gekocht, gisteren eigenlijk. En vanavond gaan Jordi en ik en misschien nog wat andere mensen live op mijn kanaal. Jawel, Jordi gaat streamen op mijn kanaal. Want wel mijn internet, zoals jullie wel weten, is dikke poep. Dus Jordi gaat dus live op mijn server, dus mijn Minecraft server. De eerste invites worden al weggegeven en die kunnen ook al op de server. Ik zeg wel dat ik hem pas online ga zetten voor het publiek bij mijn 1000 abonnees. Jawel, ik heb het een beetje warm hier. Het is... Ja, warm. Het is niet echt koud hier. Het is best wel, ja, het is meer benauwd. Daarom heb ik het raam ook openstaan. Maar, met stof gevulde hol hier moet af en toe even gelucht worden. Nee, maar, ik heb ook even gefietst, by the way, want wel, ik fiets tegenwoordig. Dus, maar in ieder geval even kijken. Dus Minecraft server, ja. Mijn 1000 abonnees heb ik al bijna gehaald. Ik moet nog iets van 150 of zo. Ik heb al iets van 860 abonnees. Zo echt super, super episch. Echt gewoon awesome. Maar daarom gooi ik hem dus ook al eerder online. Zodat jullie er alvast op kunnen. Hij is nog in beta. Dus ja, hij gaat denk ik met mijn 1000 abonnees echt volledig helemaal goed met de plugins en alles dat. Is ons streven voor voorlopig in ieder geval qua Minecraft server. En we zijn nu bezig met de spawn, dus ik ga zo meteen weer eens even skypen met Jordi om de spawn af te bouwen. En we gaan vanavond om 7 uur live op ShadowGames23. Hou mijn Twitter even in de gaten, want dan krijg je een fancy smancy link en zo. En de livestream is ook al ingepland, dus je kunt hem ook al gewoon op je bureau laten alvast zetten en gewoon nog gaan kijken. Hij begint dus om 7 uur. Eens even kijken, daar gaan we ook nog op Jordi's kanaal streamen binnenkort. We gaan zeg maar om de week op ieder server. Dus deze week is het mijn server, volgende week Jordi's server, dan weer mijn server, Jordi's server. Dus in principe gaan we iedere week sowieso streamen op servers. En daarnaast gaan we nog wel GTA streamen, want ik heb nu GTA gekocht. Ja, super wel episch. Super episch dus. GTA, ik kan nu gewoon aan de woorden komen. Failure. Nee, maar ik heb net gefietst, dus ja. Facecams. Dat wil iedereen weten. Wel, ik ga denk ik pas vanaf de kerst facecams doen. Want ik heb op dit moment geen geld voor een webcam. Dus ja, ik heb wel een hele mooie uitgezocht. 90 euro, jawel. Dan ben ik nog aan het sparen voor een nieuwe muis. Jawel, een nieuwe muis. En jullie zullen vast denken, deze is prima. Wel, dat vind ik niet. Ik vind een Razer Ouroboros best wel een stuk epischer. Dus ja. Maar eens even kijken. Dat was alles al snel gecoverd. Binnenkort ga ik ook beginnen met de... Lego Star Wars 3 playthrough. Schouwste durpsoes afgelopen. Ik denk dat ik met die Lego Star Wars playthrough ergens volgende week ga beginnen ofzo. Dan ga ik vanaf volgende week ook weer beginnen met Road to Gold. Ik heb het op dit moment te druk met de server. Dus ja, het spijt me. Call of Duty fans. Maar ja, ik heb ook nog wat probleempjes met dat poepding daar. Want wel dat ding, dat haalt mij gewoon. Nee, maar goed. Eens even kijken. Cola, ja. Nom. Eens even kijken. Dat is some of the good shit. Pepsi Cola voor de win. Coca-Cola is gewoon een goeie. Pepsi Cola is gewoon the way to go.
Eens even kijken, dan heb ik hier nog wel wat andere spellen. Eens even kijken, oh my god. Shit allemaal, ik heb nog niet echt wat nieuws gekocht, maar ja, by the way, GTA 4 in september, hoe is dat bijna? Die ga ik halen, ik ga GTA 5 halen. Zeker GTA 4? Nee, nou, GTA 5 ga ik in september halen, de dag van de release. Misschien gaan Jordi en ik, en misschien zelfs nog wel Michael daarvan streamen. We gaan sowieso allemaal streamen daarmee, maar misschien gaan we wel de dag van de release gaan we wel streamen. Ik weet niet, ik heb het nog niet met hun over gehad, maar het is wel een leuk idee, vind je wel. Maar eens even kijken, GTA 5, dus dat komt eraan, komt een mooie playthrough van. Dan weet ik nog niet zeker of ik iets van GTA 4 wil doen. Laat het me even achter in de comments, jongens. Willen jullie heel graag dat ik GTA 4 ga doen? By the way, de races, de GTA 4 races met Jordi zijn zo populair. Oh my god. Al heb ik een paar keer bekeken of zo. Echt super, super bedankt voor de support onder die video. Maar ik denk dat ik het hierbij ga laten, want ik wil hem nog uploaden. En ik wil hem met de server aan de gang. Dus ik wil een hele hoop doen. En ik heb het warm, dus ik wil nog douchen en alles. Dus ja, maar goed jongens, tot de volgende keer. Bedankt voor het kijken allemaal. Nieuw headset, nieuwe games komen eraan. En ja, het is een hele even shit hier zo. Maar goed, vergeet niet om vanavond even de stream te bekijken. Staat het link onder in de beschrijving als je even naar de stream wilt. Dus ja, tot de volgende keer. Bedankt voor het kijken en dan zie ik jullie later. Dus ja, later mensen.